Weten we allemaal over welke problemen we het hebben. En nog veel belangrijker, krijgen we allemaal de neus in dezelfde kant op om de oplossingen voor de langere termijn en de korte termijn te vinden. Het aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten is door minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken in het leven geroepen. Op dit moment is het soms lastig voor werkgevers om RIVM-richtlijnen te volgen. En kan het gebeuren dat arbeidsmigranten te dicht op elkaar wonen of op het werk niet genoeg afstand tot elkaar kunnen houden. Om te horen wat er allemaal in de tuinbouwsector speelt, bezoekt Emiel Roemer Terlaak Orchids in Wateringen. Daar praat hij met mensen uit het veld, zoals Edwin Grootscholte van uitzendbureau EG Personeelsdiensten, met verantwoordelijk wethouder Albert Abbé van de gemeente Westland en met Jacco Voice van Glastuinbouw Nederland, afdeling Westland. Arbeidsmigranten die veel te afhankelijk zijn, die in één keer van de een op de andere dag niet alleen hun baan, maar ook in één keer hun huis en hun zorgverzekering kwijt zijn. Nou, dat soort excessen willen we natuurlijk allemaal niet. En de vraag is, wat moet je nou gaan doen om dat echt aan te gaan pakken? We weten dat dat niet overal even goed geregeld is, maar op heel veel plekken wel. En ik denk dat het ook belangrijk is om dat te laten zien en dat willen wij vandaag ook doen. We denken dat we op een aantal terreinen op een goed spoor zitten, dat we ook een aantal terreinen voorloper zijn als het gaat bijvoorbeeld om registratie in onze systemen. Maar houd onverlet dat we ook hier nog slagen moeten maken, bijvoorbeeld rondom die huisvesting. Bij Terlaak werkt het personeel in ploegendiensten. Waar nodig hangen op de werkvloer schermen en er zijn looproutes. Onze collega's van de technische dienst hebben deze stok gemaakt. Deze is exact 1,5 meter. En wij laten dus regelmatig in het bedrijf zien dat dit 1,5 meter is. En dan schrikken mensen vaak wel, want het is toch een behoorlijke afstand. Het aanjaagteam zal de bescherming van arbeidsmigranten aankaarten bij werkgevers, gemeenten en provincies. Het zal kijken naar oplossingen voor de korte en de lange termijn. Voor de echte urgente dingen op het gebied van corona willen we al heel snel met de eerste aanbevelingen of suggesties richting de minister komen. Voor de langere termijn hebben we 3 tot 6 maanden de tijd gekregen om daar met alle partners in het veld met voorstellen te gaan komen.